Gezondheidswerkers worden getraind om zich te versterken in begeleiding van slachtoffers. Volgens Rakesh Kayadar Sukul, directeur op het ministerie van Volksgezondheid, betreft het een training om vooral slachtoffers van huiselijk geweld te begeleiden. Vrouwen in principe. En niet alleen begeleiden, ze herkennen en de intake, een heleboel zaken wat betreft geweld tegen vrouwen. Wat is het thema van de training? Dus het thema is strengthening the health system to address violence against women. En het is dus bedoeld om ons gezondheidssector te versterken en daarom zijn er componenten van diverse instituten hier om deze training te volgen, zodat ze het ook binnen hun instituten kunnen implementeren en ook door kunnen spelen aan de andere collega's, zodat componenten van geweld tegen vrouwen herkend kunnen worden, begeleid kunnen worden, de opvang en de follow-up daarna. De training wordt ondersteund door de ambassade van Canada. Kayadar Sukul gelooft dat met de trainingen in beeld kan komen hoeveel slachtoffers van huiselijk geweld er in het land zijn. Het wordt over heel erg gevallen ook, waarbij doden kunnen vallen. Als je kijkt naar de cijfers, zijn er ongeveer 9 per jaar, 9 vrouwen die het leven laten. En dan heb je nog heel veel rapportages. Daarover heeft men het niet in details gehad. Nou, er zijn cijfers bekend. En het is belangrijk dat we deze cijfers omlaag brengen sowieso. Maar ook belangrijk om te weten hoe we moeten omgaan wanneer zaken zich aanmelden. De UNFPA die zit ook bezig met trainingen. En diverse organisaties die helpen ons. Maar uiteindelijk willen we ook zelf vanuit Volksgezondheid extra aandacht hieraan besteden. Zodat wij meer resultaat kunnen boeken. Om een veilig milieu voor iedereen te creëren. Het natraject van de training is hoe beleid gemaakt kan worden om geweld tegen vrouwen te verminderen. De training duurt tot vrijdag.